vanavond in Wakon op People TV. Donderdag 12 april 2018, dag 3 van de protestactie van de Next Generation bij het regeringsgebouw. PLDNA-lid William Waidu heeft veel vertrouwen in minister Antoine Elias op volksgezondheid. Waarom zijn de herasfalteringswerkzaamheden aan de nieuw weer gevonden weg 7 maanden geleden gestopt? Wat zijn de prioriteiten voor de nieuwe minister van Volksgezondheid, Antoine Elias? Sint-Vincentius Ziekenhuis breidt de mogelijkheden uit voor onderzoekingen van het spijsverteringskanaal. En in ons buitenlands item, meer dan 250 mensen omgekomen na crash van een militair vliegtuig in het noorden van Algerije.